Dit voelt baie lekker, dit is een mooie venue en ja, dit is net jammer dat ek nou nie iemand saamgebring het nie. Dit sou nou dit lekkerder gemaakt het, denk ik. Maar om al die boeren te ontmoet, baie nice. Om allemaal te ontmoet wat al met die hele boerse verhouding bezig was, is dit is baie nice geweest om al die nieuwe mensen te ontmoeten en so aan. Maar ja, ik zeg gelijk het als ik maar iemand saamgebring het. Dit is een baie lekker dag, was een voorraad om allemaal te ontmoet. Ik heb vroeger in de onderhoud ook gesê, ek dink is nogal een groep wat vrienden gaan bly. Moeite gemaakt om elkaar weer te zien. So, ja, die doel van die programma is nou om een persoon te ontmoeten, maar je hebt definitief vrienden gemaakt in die proces. Ja, om uiteindelijk hier te wees en rarig allemaal te ontmoeten en te gesels en al die stories te horen is rarig ongelooflijk. En daar is een paar interessante stories. Ons kan jullie niet alles op camera vertel, nie, maar ons kan jullie later met jullie deel. Ek gaan boer soek 'n vrou, dis die een van die beste goed wat in my lewe gebeur het om jouself te leer ken en julle allemaal te leer ken en voor 'n kamera te verskyn. Dis iets wat ons nie aan gewoond is nie. En ja, allemaal daar buite, al die dames, al die mans, skryf in, maak boer soek 'n vrou net nog groter en jy gaan iewers iemand ontmoet, rarig, jy gaan, dit is een ongelooflike program. Ja, ek dink ook, vir my was dit ook een van die beste dinge wat ek nog gedoen het. Net om jezelf daar uit te sit en te sê, maar ek is single, vir al iemand wat ek soos wat een bietjie skaam was, ek dink ek het dit bietjie oorkom deur die hele proces en deur alles, om iemand te ontmoet, om iemand uit te vraag. En ja, baie mense, ongelooflik baie mense ontmoet deur die hele proces en dit is een groeiproces van die hele ding tot en met nou, so ek sal dit regtig aanbeveel vir enig iemand, dit was regtig die moeite werd. Skaam, Stefan? Ek kom nie so voor nie. Een bietjie skaam, heel aan die begin, maar dit is nou ons by die einde, nou is dit voorbij. En met die dames, is jy ook skaam? Nog so bietjie, ja. Nee, absoluut, ek sal ook het vir enige, vir alle jong ou ontmoet, jy is so geneig om in een comfort zone in te gaan, want daar is die paar jong mense in ons in die platlandse omgevings oor nie. So daar is nie een beter platform om net nieuwe mense te ontmoet en bietjie uit jou dop uit te klim. Thank you.